Sorry, nou, dan kan ik de rommel wel weghalen, denk ik. Daar hebben we het wel gehad, dacht ik, hè. Hoezo? Nou, we zijn klaar. Ik had weer hem alle moeren 8 keer meegedaan. 8 keer niks. Hoe kijk voor elkaar niet? Heeft u niks gewonnen, nee, weer? Nee, niks. Mevrouw belde al huilend op. Ja, ik vind het vervelend, meneer Ravenswaai. Ja, heel vervelend. Ik weet ook niet hoe we dat op moeten lossen. Maar wat kan ik daaraan doen dan? Dag, bingo-kaart. Zet u. Wat kan ik daaraan doen dan? Hoe bedoel je, wat kan u daar aan doen? Nou ja, ik wil het best wel goed maken. Ik bedoel, ik vind het toch vervelend. U heeft al die week... even achter, hè? Dat bedoel ik niet. Oh. Ik bedoel gewoon dat u misschien... Wat ik iets doe? Nou, dat komt goed uit, dames en heren. Goedenavond, dames en heren. Het zit namelijk zo, ik van Ravenswaai, ik heb namelijk een grammofoonplaat gemaakt. Wat vertel je me nou? Een grammofoonplaat? Ja, inderdaad, een grammofoonplaat. Maar dat is wel leuk, want die gaat namelijk over mijn hond. Ik heb een hond, dus een hotdog. Een hotdog? Een hotdog. Een hotdog? Een hotdog. Een hotdog. Waar moet ik me daarbij... Ja, ik snap het al. Waar moet ik me daarbij voorstellen? Nou, u begint zo te hijgen. Het is een hotdog. Een hot. Hot, hot. Een vrij hotte dok. Wat moet ik me daarbij voorstellen, nou, meneer Ravenswaai? Dat hij nogal hot is, die dok, hè? Dat begrijp je wel, hè? Maar wat daar wil gaat het eigenlijk over. En dat is leuk, ik heb hem ook meegenomen. Hot, waar zit je? Waar zit die pokkenhond daar weer? Hot, hot, kom weer. Oh. Ah, daar is hot. Daar is hot. Oké, gaan. Dat is hot. Dat is hem. Ja. En u wilt dat lied zingen? Ja, nu. U wilt dat lied gaan zingen? Ja, laten we gauw doen, want hij wordt erg opgewonden van u. Zullen we gauw doen? Oh, wacht even. Ik kreeg namelijk van u net zo'n ding, hoe heet zo'n ding? Zo'n pingo? Een wat? Een bingo. Nooit van gehoord. Maar in ieder geval, ik kreeg hem. En ik heb hier dan nu voor u de eerste Jaap Aap. Oh, dat vind ik leuk. Wat leuk. Schattig, hè? Oh, wat leuk. Kijk eens. Zeker leuk. Wat een mooie. Dank u wel. Die hele muil zit erin van die Van Duin. Ik wou net zeggen, het is net André Van Duin. Je zou zweren dat het een was. Prachtig ook, zie je wel. Het is compleet Van Duin, hè? Zeg, kan dat lied een beetje door de beugel? Ja, kan zeker. Daar ligt nog een grote beugel is. Maar ga nog gauw zingen. Kom maar, Jot. Zeg u even dat wij komen. Oké. Dames en heren. Een onverwacht optreden van meneer Van Ravenswaai. Van Ravenswaai. Hoe heet dat lied? Van Ravenswaai. Van Ravenswaai. Hoe heet dat lied? De Hot Dog. De Hot Dog. Mijn hond, dat is een keeshond. Hij is een soort van James Bond. De tv's staan in rijen om met hem te mogen vrijen. Hij heet eigenlijk Kees, mijn hond, maar loopt hier in de buurt rond als de hotdog. Elke morgen gaat hij naar een nieuwe lat relatie. Hij heeft mijn aftershave, daarvoor valt ieder Davy. Hij heet eigenlijk Kees, mijn hond, maar loopt hier in de buurt rond als de hotdog. Met zijn charme maakt hij ieder Davy gek. Hij is zeg maar voor het hondenras, de Julio Iglesias. Hij kan alleen niet zingen, maar dat is geen gebrek. Hij is niet de houtjes, in de buurt van vrouwtjes. Hij heeft het niet van een vreemde, ik was het die hem trainde. Hij heet eigenlijk Kees, mijn hond, maar loopt hier in de buurt rond als de hotdog. Ja, de hotdog is weer op pad. Alle vrouwtjes gaan voor een plat. En zelfs de poedel van de burgemeester ook. Elke dag, het klinkt misschien raar, staan er zeker 10 voor hem klaar. Pas bij de laatste komt er uit zijn oren rook. De hotdog. Ja, de hotdog voelt zich de held. Hij is zo op vrouwtjes gesteld. Daarom staat hij nu ook in het Guinnessboek vermeld. De hotdog. Dank u.